welkom bij Leven de Bollenstreek, het programma over alle leuke en interessante verhalen uit de Bollenstreek. We beginnen in 1917. Toen was er een schip, de SS Mendi. Voor de kust van Engeland verging dat schip. En bijna 650 zwarte mensen uit Zuid-Afrika kwamen om het leven. Dat werd afgelopen week herdacht in Noordwijk. Waarom in Noordwijk? Dat weet Mark Zuilmans, hij is amateurhistoricus. En vloggen, dat is een beetje een modewoord. Dat is heel modern, heel populair bij jongeren. En we hebben er eentje in Lisse, want Max Duineveld, die heeft de lenteflora gevlogd. Ik weet niet of dat een goed voltooid deelwoord is, maar hij gaat straks vertellen wat het inhoudt. Vloggen bij de lenteflora. En gezonde bollen bloeien in de sector. Dat was de titel van een actieplan uit 2014. Dat werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Het staat vol met duurzaamheidsmaatregelen. Ligt dat plan nu ergens in een la of zijn er resultaten geboekt? We gaan het horen van André Hogendijk van de KAVB. En u weet het, we besteden altijd veel aandacht aan economische onderwerpen. In de Duin- en Bollenstreek zijn de 6 gemeenten bezig met een aanvalsplan om de economie te verbeteren. Dat noemen ze de economische agenda. En die economische agenda kent 11 projecten en één van die projecten is een ondernemershuis. En trekker van dat project is Pieter Kuyt. Hij is bij ons te gast. Hij kan uitleggen wat dat precies inhoudt. Dat zijn de onderwerpen in Leven de Bollenstreek. Welkom, Mark Zuilmans. We gaan even terug naar 1917. Wat gebeurde er toen? Toen zonk er een schip. Het was een schip dat onderweg was vanuit Engeland naar Frankrijk om... zwarte soldaten, zoals, ja, ze werden soldaten genoemd. Het waren geen soldaten die echt zouden gaan vechten, maar het waren, ze hadden wel uniformen aan en ze moesten in de havens moesten ze schepen gaan lossen, munitie lossen. Treinen laden met munitie die dan vervolgens naar het front gingen. En andere bijkomende werkzaamheden bij een oorlog. De Britten, want de Britten voeren natuurlijk, of voerden die oorlog onder andere samen met de Fransen en nog wat andere nationaliteiten. De meeste van hun mannen waren natuurlijk actief aan het vechten en ja, ze hadden andere mensen nodig die de niet-vechttaken konden overnemen. Zo waren er bijvoorbeeld een miljoen Chinezen op een gegeven moment tijdens de Eerste Wereldoorlog in Europa. Ook om allerlei werkzaamheden, wegen aanleggen, spoorlijnen aanleggen, dat soort dingen. Maar toch hadden ze nog meer nodig en dus hadden ze die Afrikanen gevraagd om te komen. En wat was de oorzaak van het zinken van het schip? Er was een aanvaring, want dat gebeurde natuurlijk ook. De stomme ongelukken gaan ook door in de oorlogstijd. Dus de Mendi, dat schip met die zwarte Zuid-Afrikanen aan boord, dat hield zich keurig aan de snelheden en aan de regels. Het was eigenlijk een hele mistige nacht. En dan gelden er regels dat je een misthoorn moet voeren en dat je niet te hard mag varen, omdat je andere schepen natuurlijk niet zo snel opmerkt. Maar er was ook een ander schip, een vrachtschip, dat eigenlijk zo'n beetje leeg voerde. En de kapitein daarvan is vermoedelijk heel erg angstig geweest. Angstig voor aanvallen door Duitse onderzeeërs. Die ging heel erg snel varen om zo snel mogelijk weg te zijn en om niet doelwit te kunnen worden van Duitsers. Dus die ramde de Mendi midscheeps. Nou, ik heb al tekeningen van de Mendi gezien, de boeg van de Darrow, want zo heette dat andere schip. Het was ook een veel groter schip, de Darrow. De boeg van de Darrow die zat ongeveer halverwege het dek van de Mendi, dus die was haast voor de helft doorkliefd. Het was niet echt de Mendi was niet echt een schip zoals je nu zeg maar mooie cruiseschepen hebt met mooie dekken en luxe hutten. Het was eigenlijk een vrachtschip met ook een passagiersgedeelte, officieren. Blanke mensen natuurlijk, want er waren blanke officieren bij die mensen. Die zaten in de hutten en de zwarte Zuid-Afrikaanse militairen die zaten in de ruimen van het voormalige vrachtpassagiersschip. Dus een groot aantal van die soldaten is er, omdat het schip door zo'n klap natuurlijk helemaal ontwricht raakt. Stalen luiken, stalen deuren die open zouden moeten gaan, konden niet meer open doordat het allemaal verbogen was. Dus die zijn gewoon met het schip naar de bodem van de zee gezonken. Een gedeelte kon er wel uitkomen met stalen ladders. Maar ja, dat schip zonk. En er zijn een aantal van gered. Ik geloof iets van 100 à 200 zijn er gered. Ook een hele grote groep die dus ook op dek verdwenen is. Ja, om het leven gekomen. Ja. Een enorme grote ramp natuurlijk, 100 jaar geleden. En dat wordt herdacht afgelopen week in Noordwijk.
Wat is het verband tussen het vergaan van het schip en Noordwijk? Wat heeft Noordwijk daarmee te maken? De meeste van de mensen die om het leven zijn gekomen bij die aanvaring, bij die ramp, daar is nooit meer iets van teruggevonden. Die zijn naar de bodem van de zee gezonken. Maar een aantal van die mensen is, bleef drijven. Het is een beetje een onsmakelijk verhaal misschien, maar die bleven drijven. En die zijn gedeeltelijk zijn er een aantal in Engeland aangespoeld. Ik geloof dat er één in Frankrijk op de kust is aangespoeld. En heel wonderbaarlijk, althans voor een leek zou het dat wonderbaarlijk kunnen lijken, zijn er dus ook vijf, in ieder geval vijf, maar ik denk twee tot zes, in 3 maanden tijd van de Isle of Wight, dus dat eiland bij Engeland, Zuid-Engeland waar het gebeurd is, zijn ze in 3 maanden tijd naar Nederland gedreven en hier aangespoeld, niet in Noordwijk. Er zijn iets van 81 Eerste Wereldoorlog graven in Noordwijk. De meeste van de mensen die hier liggen zijn, is dat correct wat ik nu zeg, maar in ieder geval, ja, ik denk haast de meeste zijn niet in Noordwijk zelf aangespoeld, maar elders en zijn pas na de oorlog herbegraven in Noordwijk. En dat is ook het geval met die 5, 6 Zuid-Afrikanen. Ja, een aantal aangewezen begraafplaatsen waar slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog werden begraven. Het zijn zwarte Zuid-Afrikanen, dus een herdenking was niet zo vanzelfsprekend tientallen jaren geleden vanwege het racisme in Zuid-Afrika. Ja. Bestond die herdenking 20 jaar geleden, 30 jaar geleden? Nee, niet dat ik weet. Nee. In Noordwijk hebben we dat nu voor de 3de keer gedaan, die herdenking. En daarvoor is er naar mijn weten nooit iets georganiseerd voor deze zwarte mensen. De Zuid-Afrikanen hadden inderdaad het systeem van apartheid. En ze hadden ook blanke Eerste Wereldoorlog slachtoffers. Die werden, ik denk vanaf de jaren 20, werden die jaarlijks herdacht in Frankrijk, in de Somme. Dat waren blanke soldaten die met geweren ook uitgerust waren en echt gingen vechten. Maar de zwarte Zuid-Afrikanen, die telden niet mee. Nee. Nee. En dat is eigenlijk pas sinds de omwenteling daar, dat op een gegeven moment in 1990 Mandela werd vrijgelaten en uiteindelijk president werd. En dan heeft het nog een tijd geduurd, hè, want wij zijn nu pas sinds 3 jaar hier bezig, dat er aandacht wordt besteed aan de zwarte Zuid-Afrikanen. Er is nu ook het is de grootste maritieme ramp uit de Zuid-Afrikaanse geschiedenis ook. Er is nu ook een Zuid-Afrikaans oorlogsschip dat vernoemd is naar de SS Mandy, dus dat, okay. De Mandy heet dat. De nagedachtenis. Ja. Wie waren er allemaal? Het was woensdag even uit mijn hoofd. Nee, het was dinsdag de herdenking. Dinsdag, de 21ste. Ja. Ja, het was de herdenking. Ik was toevallig in de buurt waar de herdenking was. Ik zag allemaal auto's met CD-kentekenplaten. Dus er waren wat hoogwaardigheidsbekleders op afgekomen. Ja. Waar kwamen die allemaal vandaan? Een feitelijke lijst kan ik niet zo om 1, 2, 3 geven, maar in ieder geval de Zuid-Afrikaanse ambassadeur was er met heel wat medewerkers ook van de Zuid-Afrikaanse ambassade. De ambassadeur van Lesotho, of Lesotho wordt het ook wel genoemd, die was er. Er is geen ambassade van Lesotho in Nederland, maar wel in België, in Brussel. Daar valt Nederland dan ook onder. Dus zij was er en dan was de ambassadrice van Zambia was er, geloof ik, Cameroen, nog wat Afrikaanse landen. En daarnaast waren er ook allerlei militair attachés van diverse landen. Amerikanen waren er, Britten, Japan was er, Roemenië zag ik iemand lopen. En er waren nog veel meer. Ja, want die herdenking, dat is dan bijna plechtig in het kwadraat, mag ik wel zeggen. Met muziek, alles. Wat was het allemaal op de begraafplaats aan de Oude Zeeweg? Begon met een... Er was een Zuid-Afrikaanse reverend, dus een dominee, zou ik maar noemen. Die leidde de dienst in de kapel bij de begraafplaats. Die zat helemaal vol trouwens. Dat was ook voor het eerst eigenlijk dat hij zo vol was. De voorgaande 2 jaar geleden was ik er niet bij, maar vorig jaar was hij niet zo heel erg vol, eerlijk gezegd. Dus er was een dienst en er werd gesproken door... de burgemeester heeft gesproken en de ambassadeur heeft wat gezegd. De Lesotho-ambassadeur heeft ook wat... Ik heb daar zelf ook nog wat mogen zeggen. En daarna zijn we met z'n allen naar de graven gegaan. En daar werden, zoals nu gebruikelijk, kransen gelegd door... ik geloof dat we 10 waren of zo. Door diverse VIP's, ambassadeurs, militaire attachés. Maar volgens mij ook doedelzakmuziek, of niet? Ja, dat hoort daar ook bij. In het is in het...
Zuid-Afrika, althans de Zuid-Afrikaanse oorlogsslachtoffers vallen onder de verantwoordelijkheid van de Commonwealth War Graves Commission. Dat is zeg maar de, in Nederland heet dat Oorlogsgravenstichting. De Commonwealth War Graves Commission gaat over eigenlijk alle landen uit de voormalige Commonwealth. Daar is Zuid-Afrika er eentje van. Die hebben gewoon bepaalde rituele gewoontes. De directeur bijvoorbeeld van de Commonwealth War Graves Commission was er ook. En daar hoort dan bij doedelzakmuziek. Daar hoort een bugler die de Last Post speelt. Niet de Tap Toe zoals wij op 4 mei, want dat is weer net een subtiel verschil. Andere versie. Ja, het lijkt op elkaar. Dus hoe heet het? Revij, dat doen zij ook. En dan waren ook nog de volksliederen van Nederland als laatste, als zijnde de gastheer, maar ook van Lesotho en van Zuid-Afrika. Dit was zeg maar een enorme gebeurtenis omdat het 100 jaar geleden was. Maar 4 jaar geleden was jij de enige die geïnteresseerd was in de graven van de slachtoffers in de Eerste Wereldoorlog op die begraafplaats, of overdrijf ik nu? Misschien dat je niet eens zozeer overdrijft. Nee, dat klopt wel een beetje. Ja. Waar kwam die interesse vandaan? Dat er nu zoveel is eigenlijk een soort toeval, denk ik, hoor. Het is niet dat nu zo is omdat ik daar ooit... ik ben daar ooit mee begonnen. En niet zozeer specifiek de Zuid-Afrikanen eruit te halen, maar gewoon de Eerste Wereldoorlogsslachtoffers. Omdat ik daar al... ik heb geschiedenis gestudeerd in Groningen. Daar had ik al jaren, 30 jaar geleden of zo, ging ik naar Frankrijk. Zelfs als kind, als we op vakantie gingen naar Frankrijk, dan met mijn ouders, dan stopten we vaak wel. Als we gingen naar Normandië of Bretagne, stopten we vaak wel op zo'n begraafplaats. Ik ben een soort import-Noordwijker. Ik woon hier sinds 2000. Als je dan in je achtertuin zoiets blijkt te hebben. Ja, voor mij was dat, dat klinkt ook een beetje raar, weer een soort van goudmijn. Dat had mijn interesse. En hoe kon dat? Want ik wist daar eigenlijk, of niet eigenlijk, ik wist daar niets van af. Hoe kwamen Eerste Wereldoorlogsslachtoffers in mijn dorp? En ik ging er in eerste instantie vanuit, zoals ook, ik heb ook wat andere blogs of vlogs gelezen waar volgende gast ook wat, niet zijn vlogs, maar overgeschreven, dat men dacht dat al deze mensen ooit in Noordwijk waren aangespoeld. En na wat archiefonderzoek kwam ik erachter dat helemaal niet zo was. En dat dat dus iets, een heel ander mechanisme achter zat. En ik ben vooral heel erg geïnteresseerd, niet zozeer in hele grote tactische of strategische. En toen besloot generaal X om dat te doen. Of nee. Het gaat mij meer om, daar staat een grafsteen van iemand. Wie was dat? Is daar een foto van? Was die getrouwd? Had die kinderen? Was die beroepsmilitair? Of was die misschien bakker of journalist? Ik wilde gewoon de kleine details daar, om die mensen meer een... En dat is wel een beetje trendy momenteel. Ja, ook dat is weer een beetje een rare term misschien in dit verband. Maar je leest dat ook dat in Engeland wordt dat tegenwoordig steeds vaker gedaan. Dat men teruggaat naar small history. Dus wat kleine dingen achter. En niet die hele... Ja, die zijn ook belangrijk. Maar gewoon, wat is de menselijke kant achter zo'n grafsteen? Ja. Je geeft ze eigenlijk een gezicht. Ja. Ja. Het verhaal van meneer Wilson. Heet u Wilson? Er is een Wilson, ligt er, ja, klopt. Met een verkeerde naam op een grafsteen? Nee, dat is Dobson. Dobson, er is ook een Wilson. Wilson was een held. Die heeft zich als vrijwilliger aangemeld om de haven van Oostende te blokkeren. Door onder zware geschut van de Duitsers die daar op het land zaten, de haven van Oostende binnen te varen. En daar een schip te laten zinken, zodat Duitse onderzeeërs niet meer die haven uit zouden kunnen. Dan word je dus helemaal aan puin geschoten. En dan was de gedachte, dan sturen we daar een aantal kleine bootjes mee met dat grote schip. Dat volgestort zat met beton ook. En helemaal bekleed met matrassen. Een heel raar gezicht en foto's. Ja, dan moest je dus op zo'n klein bootje zien te komen en weer terug. Nou ja, dat lukte. Een aantal mensen, maar ook heel veel kwamen daar. Vrijwilligers waren het allemaal. Kwamen. Dat was Wilson. Dus die is van Oostende bijvoorbeeld naar Bloemendaal is die gevonden. Maar er was ook een Dobson. Dat is mijn andere... dat is een beetje een succesnummer van mij geweest. Dat mag ik zo zeggen. Dat mag ik wel zo zeggen, ja. Ja, dat was iemand. Er liggen heel veel onbekenden in Noordwijk begraven. Er liggen ook mensen met een naam. Dat zijn mensen die, een paar die hier al waren, heel weinig. Maar de meeste kwamen dus van andere plaatsen, zoals ik al had gezegd. En er was ook een lijst. Op een gegeven moment is er in 19...
20 een lijst opgesteld voor de begrafenisondernemer die al die transporten van die herbegravingen had gedaan. En daar stond een naam op die lijst die niet in Noordwijk begraven lag. Er stond ook een andere naam op die ook niet in Noordwijk, maar die kon ik makkelijk herleiden. Dat was meneer Holmes en die bleek in Den Haag te zijn begraven. Ik denk dat ik ook weet hoe dat is gekomen. Dat is gewoon een logistieke reden, niet interessant. Maar er was ook een naam, Dobson, die niet hier ligt. En toen ben ik gaan zoeken en er stond ook bij waar die ongeveer begraven, of waar die begraven zou moeten liggen. En daar stond een unknown British sailor of seaman. En toen ben ik eens wat verder gaan zoeken in die materie. En uiteindelijk heb ik toen uitgevonden dat hij er wel degelijk lag. Alleen dat men hem een soort van kwijt was geraakt. Omdat ze wat administratieve fouten hadden gemaakt. Dus hij was er wel, alleen ze waren zijn naam kwijtgeraakt. Je hebt een onbekende soldaat een naam gegeven. Ja, dat was een paar jaar geleden al dat ik dat ontdekte. En dat heb ik toen al het bewijsmateriaal ingeleverd bij het Britse ministerie van Defensie en bij de Commonwealth War Graves. Daar is die weer, Commonwealth War Graves Commission. En die gaan een onderzoek doen en die hebben dat uiteindelijk bevestigd. En toen heb ik er ook nog familieleden bij gevonden die ook nog steeds te vinden bleken te zijn. En die zijn uit Liverpool is een nicht van die meneer gekomen. En uit Ierland zijn twee familieleden. En uit Londen, dus vier man. Allemaal op eigen kosten hebben die mensen dat gedaan. Het logies hier in Noordwijk heb ik kunnen regelen dankzij de vriendelijke medewerking van Hotels van Oranje. Want die hebben die mensen twee kamers aangeboden gratis. Ja. Dus dat was een hele mooie, voor mij tenminste persoonlijk een hele mooie. En voor die familieleden ook, emotionele gebeurtenis. Absoluut, ja. Een soort hoofdprijs kan je het noemen. Ja, klinkt een beetje raar misschien. Ja. Er zijn heel veel mooie verhalen te vertellen. We hebben de herdenking gehad. Komt er een boek uit, heb ik het goed begrepen? In april? Zuid-Holland in de Eerste Wereldoorlog? Ja, je bent goed op de hoogte. Ja. Daar komt een verhaal van mij. Want ik heb over al die, er liggen 28 mensen met een naam. Het waren er 27, maar door die Dobson is het dus inmiddels 28. En eigenlijk is er ook nog een 29ste, maar dat kan ik niet hard maken. Nee, okay. Niet hard genoeg althans. Dat is meneer Grace. Ik wil zijn naam toch even noemen. Het is ook een soort van kind van mij. Okay. Zo zie ik dat soms een beetje. maar goed, 28. Er komt nu inderdaad uit de serie van allerlei provincies, delen van Nederland, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Komt er nu ook één van mijn 28 verhalen wordt overgenomen in dat boek. Maar waar zijn je eigen verhalen? Waar kunnen we die terugvinden? Ja. Of niet in je bureau, hè? Ja, eigenlijk. Nou, in mijn computer meer. Ja. Nou, daar moet je wat mee doen. Ja. Ja. Fantastische verhalen. Ja. Oké, daar ga je over nadenken, begrijp ik. Nee, dat is wel een wens van mij, maar dat heeft meer voeten in aarde dan. Ja, dat is een aardig werk. Het boek heet trouwens In Vreemde Aarde, maar goed. We gaan het afwachten. Ja. Bedankt voor je verhaal. Ja, bedankt voor je vraag. Een verhaal uit 1917. We gaan van de verre geschiedenis naar een veentje van, hoe oud ben je? 11. Max Duinenveld uit Lisse. Wanneer heb jij je eerste filmpje gemaakt? Weet je dat nog? Nee, maar ik kan me nog wel goed herinneren. Ja? Wat had je gefilmd? Een soort van wie ik ben en wat ik ga doen op dat kanaal. Oké. Okay. Nou, ik heb je uitgenodigd, want je hebt wat met de Lenteflora. Dat is een bloemententoonstelling in Lisse afgelopen week in de Hobo. En daar ben je enorm mee bezig geweest. Daar heb je heel veel filmpjes van gemaakt. En het heet Max vlogt de Lenteflora. Max vlogt Lenteflora. Voor iedereen die ouder is dan 20, wat is vloggen? Vloggen is dat je, eigenlijk is het meestal dagelijks, maar en dat je dan je dagelijkse dingen gaat filmen. Alleen ik deed niet dagelijks, ik deed gewoon de hele tijd wanneer ik een filmpje wou hebben en wanneer er iets belangrijks was dat ik dan een filmpje ging maken. Oké, en waarom vind je dat leuk? Heb je dus een leuk leven dan om te laten zien? Nee, maar ik deed het heel veel met bollen. En ik werd zelf ook gevraagd door de organisatie. Oh, zo, kijk, dat doe je goed. Wat is dan precies die Lenteflora? Het is een tentoonstelling, maar wat is er allemaal te zien? Heel veel bollen. En dan zie je ook, want eerst is er een gang met huisbroei. En dan moet je bij je thuis krijg je eerst een
paar potten met bollen mee. En die moet je dan laten zorgen dat die goed zijn gegroeid. Mm-hmm. En dan ongeveer einde van die gang, dan zie je een doorgang en de collages van de scholierenbroei. En als je dan in die deur loopt, dan kom je bij de echte professionele bollenkwekers uit. Ah, kijk, daar zit dus een verschil tussen. Jij noemde net al huisbroei. Wat is dat? Huisbroei is dat je 9 of 12 potten mee naar huis krijgt. Voor wie? Van de organisatie. Okay. En dan is dat op een bepaalde locatie waar je dan je potten moet ophalen. En het kost €7 per persoon die meedoet. Oh, moet nog betalen ook om mee te doen. Zo, hey, maar je doet het eigenlijk niet in je eentje, hè? Want je krijgt hulp van een echte expert. Wie is dat? Mijn opa. Je opa? Jan Ruigerhoek. Ook uit Hillegom, hè? Ja. En heeft hij er een beetje verstand van? Ja? Heel veel. Wat voor aanwijzingen geeft hij dan aan jou voor de huisbroei? Hoeveel water je ze moet geven en welke pot welke is. Want op het begin zei ze nog ongeveer even groot en dan is dat best wel een verschil. Ja. En temperatuur, hè? Had hij het ook over? Waarom is dat belangrijk, temperatuur? Want hij moet de bollen moeten op een bepaalde dag moeten ze goed zijn in bloei. En dan, als je ze eerder uit laat komen dan die dag, dan gebeurt er eigenlijk een, nou, dan gaan ze weer heel gauw dood. Ja, dat moet je niet hebben. En dan zijn de bollen weer, dan, want als je dan de jury komt, dan zijn de bollen niet meer goed en dan krijg je lage punten. En dan heb jij wel eens een prijs gewonnen? 2. Stomme vraag, want er staat hier een beker. Hey, wat is dit voor beker dan? Wat heb je gewonnen voor prijs? Dit is de derde prijs Jacinthe, categorie B. Oké, en wat is categorie B? Wat houdt dat in? Dat betekent beginners. Je hebt ook nog een A-klasse, maar de A weet ik niet waarvoor die staat. En nou heb je alles gefilmd. Heb je dat zelf gedaan of heb je hulp gekregen? Ik heb heel veel hulp gekregen van Jim Duinveld, mijn broer. Kijk, dat is makkelijk. En die bewerkt alle filmpjes ook. Oh, die deed het moeilijke werk, zeg maar. Ja, want ik presenteerde het meer. En Jim die filmde ook soms. Dus hij zat uren te monteren en jij was de vlotte babbelaar. Nou, niet echt uren. Want je moest het ook nog inladen en dan ging hij gewoon YouTube kijken voor zichzelf. Oké. Wat heb je allemaal gefilmd van die lenteflora? De opbouw, hoe het met mijn bollen gaat en hoe ik de bollen weg ging brengen, prijsuitreiking en de tentoonstelling helemaal zelf. Oké, dan wil ik niet lullig doen, maar je hebt nog een muts op. Ja. Maar waarom heb je een muts op? Omdat dat is meestal mijn herkenningsteken. Dus als mensen die muts zien, denken ze, hé, dat is Max. Ja, of iemand anders heeft hem ook. Oh, ben je niet de enige dan? Nee, want ik ken nog iemand en die zit ook bij mij op school en die heb ook zo'n muts. Aha, en weten al jouw klasgenoten dat jij vlogt? Ja. En kijken ze ook naar je? De meeste wel. En wil jij nou wereldberoemd worden net als die andere vloggers in Nederland? Nou, niet echt wereldberoemd, maar ik wil wel bekend worden. Oké, in de bollenstreken en verder buiten natuurlijk. Nou, wat moet je daar dan voor doen? Want je hebt nu die filmpjes gemaakt van de lenteflora, hartstikke leuke filmpjes. Maar wat ga je nog meer filmen dan? Ik heb zelf ook een kanaal met mijn achterneef Stef. En die heb ook de eerste prijs Jacinthe. Oh. En de tweede prijs Tulpen. En met mijn broer en Stef maken we ook filmpjes. Oké, maar hoe heet dat kanaal? Ik moet nu even reclame maken. De Crossboys. De Crossboys? De Crossboys. Wat is dat voor rare naam? We crossen niet echt, maar we eten Pringles om ze te testen. Jullie eten Pringles om ze te testen? Ja. Maar wat heeft dat met Crossboys te maken dan? Dat weten we niet. Oh, dat is een beetje oké. Dat is een hele logische uitleg dit. Maar wat voor filmpjes maak je als er geen lenteflora is dan? Dan maken we gewoon die Pringles video's en nog andere leuke video's. Oké, maar blijf je er wel een beetje mee doorgaan nu de lenteflora weer achter de rug is? Ja? Ja. Ga je hele leuke filmpjes maken?
Als je nou hele leuke filmpjes maakt, dan kunnen we je misschien een regelmatig filmpje laten zien in dit programma. Is dat een goed idee? Maar dan moet je wel echt iets van de Bollenstreek doen. Misschien kan je opa wel helpen, want dat is een echte Bollenstreker, toch? Echte Hillegommer of niet? Ja. Heeft hij verstand van bollengrond en hyacinten en de corso en dat soort dingen? Nou, mijn broer die gaat ook helpen steken bij de bloemencorso. Nou, prachtig onderwerp. Mooi. Dus je gaat er wel mee verder? Ja. Oké. Okay. Dus als je wil net zo beroemd worden als, noemen ze een bekende naam? Enzo Knol. Enzo Knol. En ga je ook van die rare grappen uithalen dat iedereen... Nee. Dat ze door stoel heen zakken en dat je dan in een deuk ligt, dat ga je niet doen. Nee. Dus je blijft een hele nette vlogger. Ja. Oké, okay. Beloof je dat je meer filmpjes gaat maken? Oké, okay. Zullen we er eentje laten zien dan? Ja. Oké, okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Hier een van de filmpjes van onze vlogger. Hallo kijkers van Max Vlog Land Flora. Dit is de zaterdag van tentoonstelling van de Land Flora. We gaan heel even kijken hoe mijn opa het heeft gedaan. Ah, hier moet het wezen. Jammer genoeg, geen prijs, maar opa, toch goed gedaan. Dit is een steentje van Marcel Meijer en dit is een van de grote winnaars. Filmster, jongens. Ah, hier is Stef Werkhoven. Die heeft de eerste prijs hyacinten, de tweede prijs tulpen. Mijn favorieten. Ah, een naamgenoot. Dit was deze video. Abonneer nog even. Geef nog even een blauw duimpje omhoog. Tot de volgende video. Doei! Max Duinenveld was dat, onze eigen vlogger. Nou, onze eigen vlogger, wie weet. Hij komt uit Lisse. Dit filmpje ging over de lenteflora, de bloemententoonstelling afgelopen week in Lisse. Prachtige beelden waren dat van de jongen van 11 jaar. En wie weet komt hij nog vaker terug in ons programma Leven de Bollenstreek. We gaan praten over een plan dat al wat ouder is. En dat gaan wij doen met de KVB. André Hoogendijk is hier aangeschoven. André, maar eerst even de actualiteit. Er is een Nederlands kampioenschap voor tulpen, echt waar? Ja, dat is echt waar, Art. Deze weken zijn de voorrondes voor het Nederlands kampioenschap tulpenkeuren. Dus overal in het land, zowel hier in de regio als in alle andere plekken in Nederland, kun je deelnemen aan de voorrondes. En dan, ja, dan mag je hopen dat je 24 maart naar het echte NK mag op de Keukenhof. En dan mag je daar tulpen keuren. Oké, okay, dan neem je straks de Nederlands kampioen echt. Ja, ja dan kun je echt Nederlands kampioen worden. Je gaat dan 10 potten met tulpen bekijken. En die moet je keuren op de bloem, het blad, de steel en de algehele stand. Daar geef je cijfers voor. En wie er het dichtste bij de jury komt, ja, die wordt uiteindelijk Nederlands kampioen. Hebben ze dat in het buitenland ook of zijn wij alleen maar zo fanatiek? Dat is wel echt een NK. Maar eigenlijk is het dus ook meteen een WK en een EK. Kijk eens aan. Dat betreft, Olympische Spelen, alles mooie prijzen te winnen. Okay. Er wordt nog niet gecontroleerd of er bepaalde middelen zijn genomen. Nee. Maar anders dan dat is het gewoon echt topsport. Oké, okay, nou over middelen gesproken. Gezonde bollen, bloeiende sector. Dit is het plan. 2014 werd het ingediend bij de Tweede Kamer. Is dit plan ergens bij een ambtenaar op een ministerie in zijn la verdwenen? Hebben we er nooit meer wat van gehoord? Of heeft het resultaat gehad? Eerst het plan zelf. Ja. Actieplan duurzame bloemenbollensector. We zijn er weer bij de duurzaamheid. Wat was de noodzaak of de aanleiding om dit plan te samen te stellen? Nou, de noodzaak was dat we in 2014 zagen dat we als sector nog een aantal dingen echt beter kunnen doen. Dan gaat het onder andere om de waterkwaliteit. Op de manier waarop we omgaan met gewasbescherming, onze omwonenden, de bodemkwaliteit. En we denken, we moeten als sector zelf een plan maken wat wij willen. Ons niet laten leiden
door de waan van alle dag, maar gewoon een koers uitstippelen en die stapje voor stapje afgaan. En dat is waar we nu mee bezig zijn, Art. Was het ook een beetje ingegeven omdat het voor de imago van de sector heel erg belangrijk is dat je dit uitstapt, dat je ermee aan het werk gaat? Het imago is altijd belangrijk, maar ik heb geleerd, je imago wordt voor 95% bepaald door wat je doet en maar 5% door wat je vertelt. Dus het is leuk om te vertellen over een plan, maar uiteindelijk gaat het er ook echt om wat je aan het doen bent. Gezonde bollen, bloeiende sector. En wat staat er dan in het plan? Zijn het allemaal deelplannen voor deelproblemen? Ja, het plan bestaat eigenlijk uit 4 onderdelen. We zijn begonnen bij de basis en voor elke teler is dat de bodem. Zorg dat je bodem gezond is en ga daar met elkaar op een goede manier aan werken. Nou, dat hebben we afgelopen jaren gedaan. Er is hier in de regio een studiegroep opgestart over duurzaam bodembeheer. We zijn inundatie nog verder gaan perfectioneren en promoten in de regio. Er is onderzoek gedaan naar een biologisch middel om de bodem te verbeteren. Nou, dat zijn allemaal stappen puur op het bodemgebied. Nou, we hebben ook gekeken naar het thema gewasbescherming. Waarom gaat die boer toch met die spuit over het land heen? Dat komt toch altijd weer terug. Nou, we zijn gaan kijken, kun je die gewasbescherming ook anders doen? Dus met andere middelen, met groene middelen, biologische middelen. Maar zou je het ook deels kunnen vervangen? Nou, daar moet je onderzoek voor doen. En dan zien we afgelopen jaren dat dat echt tot resultaten leidt. Nog afgelopen week kwamen we erachter dat een methode die we hebben onderzocht om met hete lucht bepaalde plagen af te doden in de schuur, dat het gewoon resultaat heeft. En we hebben natuurlijk de bijen en dat soort bestrijdingsmiddelen. Dat klinkt een beetje raar, maar dat soort methodes. Ja, de natuur die kan je ook helpen. En dat is wat telers ook steeds meer toestaan en mee samenwerken met de natuur. Dat is gewoon erg belangrijk. En dat raakt meteen aan de laatste 2 onderwerpen. Het schone water. Bollen hebben zelf schoon water nodig. En je moet zorgen dat je met je teelt natuurlijk ook het water om je percelen heen schoonhoudt. Nou, daar zijn we een project voor opgestart. Schoon erf, schone sloot. En daar werken telers ook weer samen in groepen in de regio om te zorgen dat er geen chemische middelen meer van hun erf in de sloot terechtkomen. Nou, dat werkt heel goed. En het laatste onderwerp, dat noemen wij hier omgevingsgericht ondernemen. Voor deze regio eigenlijk niks nieuws. We hadden het afgelopen jaar al de 25e jaargang van Bollenstreek in bedrijf, waar we echt de bedrijven openstellen. We zijn afgelopen jaren borden gaan plaatsen over wat we aan het doen zijn op het land. En dat willen we komende jaren nog verder gaan uitrollen. En ook in andere regio's zijn we dat veel beter ook gaan vertellen wat we doen en laten zien wat we doen. Oké, dus 4 deelplannen. Ik zag dat eigenlijk de strijd tegen de verkeerde middelen, als ik het zo mag noemen, dat die al heel oud is, dat die al in 1995 is gestart. Ja, we zijn eigenlijk eind jaren 80 al begonnen te kijken van kan die teelt duurzamer. Nou, toen is er ook eigenlijk een vergelijkbaar plan opgesteld. En dan zie je dat je in de 20 jaar, sinds 1995 tot pak een beetje 2015, de milieubelasting al met 80% is verlaagd. Eigenlijk met name door het gebruik van minder middelen, maar ook door veel betere middelen, veel groenere middelen. Dus eigenlijk hebben we als sector al een grote stap gemaakt. Maar dat is geen reden om op onze lauweren te rusten. We gaan gewoon enthousiast door, Art. Ja, de 80%, dat is misschien het laaghangende fruit geweest, laat het zo maar noemen. Is die 20% dan nog moeilijker te bestrijden? Dat laatste stukje is inderdaad nog lastiger. Omdat je toch als teler werk je al, wij noemen dat geïntegreerde wijze aan gewasbescherming. Dus je let goed op, til je tulpen die minder gevoelig zijn voor ziektes. Zorg je dat je ze op een goede manier behandelt. Als er wat is, kun je dat ook op een groene manier doen of met hete lucht of heet water. En pas eigenlijk op het laatste moment, als je iets hebt dat je niet anders kunt behandelen, ja, dan grijp je naar de chemie. En je zult toch als teler door de klimaatverandering, door zaken die je niet kunt beïnvloeden, ook af en toe iets nodig hebben uit die kast met middelen. En om juist voor die laatste middelen een alternatief te vinden, dat is erg lastig. Dus 0% is onmogelijk? Ik denk niet dat het onmogelijk is, maar het is wel iets waar we ontzettend hard aan zullen moeten werken. Op zich is die 0% voor ons nog niet eens een doel op zich. Maar het gaat er met name om dat we de belasting voor het milieu terugbrengen. Dus eigenlijk is het prima wat die teler op zijn perceel doet. Maar het moet zo zijn dat dat niet in het grondwater komt, niet in het oppervlaktewater, niet bij de buurman. En dat een ander daar gewoon geen nadeel van ondervindt. En als we dat kunnen bereiken, dan zijn we als sector al heel tevreden. Maar het actieplan is dan in 2014 ingediend bij het ministerie. Zijn er toen afspraken gemaakt over financiering? Of dat ze jullie jaarlijks gingen controleren? Wat zijn er voor vervolgafspraken gemaakt? Ja, we hebben gezegd, dit financieren we zelf. Voor het grootste deel en waar nodig dienen we dat in, bijvoorbeeld bij een topsector of een subsidietraject. De overheid heeft een vergelijkbaar plan ook van andere sectoren ontvangen.
En die heeft gezegd, ik vind het mooi zo'n plan. Wij leggen dat niet in de la, maar wij leggen het op een stapel op het bureau. En in 2018 gaan we ook echt metingen doen, wat jullie nou daadwerkelijk in de praktijk, in het milieu, hebben verbeterd. Dus dat zal de overheid ons volgend jaar op gaan controleren. En wij houden zelf natuurlijk als sector elk jaar al een vinger aan de pols van hoe gaat het nu. En wij kunnen ook dan afvinken wat we wel en nog niet hebben bereikt. Maar zijn er dan streefcijfers in 2018 die jullie moeten halen? Ja, we hebben onszelf een doel opgelegd om in 2018 75% minder normoverschrijdingen te veroorzaken. Dat is een term die komt voort uit de stand van het oppervlaktewater. Daar komen dus wel eens middelen in voor. Nou, dat willen we terugdringen. Dat doen we onder andere met dat project Schoon Erf, Schone Sloot. Dat is vorig jaar, najaar, uitgerold in de Bollenstreek. Nou, bij Van der Slot. Bij Van der Slot. Nou, dat gaan we nog verder uitrollen. En dat moet ertoe leiden dat we dat scheefcijfer gaan halen. Ja, gezonde bollen, bloeiende sector. Als je nou zegt de term gezonde bollen, waar zit je dan? Zitten jullie dan in de eindfase van die bestrijding of zit je nu in de meest hevige strijd? Kan je dat een beetje inschatten? Is dat een soort pijlmoment te pakken? Nou, ik denk dat je ziet dat we met het plan dat we goed op weg zijn. Maar dat we er ook met dit plan nog lang niet zijn. Dus wat we nu als sector mee bezig zijn is van, goh, dit plan is mooi. Het zet wat cijfers neer voor 2018 en het doorkijken naar 2021. Maar we zijn zelf als sector nu bezig om echt een groter plan te maken. Veel langere termijn tot 2030. Want dat gaat niet alleen om eigenlijk een kort plan met wat actielijnen. Maar je wil eigenlijk voor langere termijn die sector op een hele goede, duurzame manier borgen in de regio en in Nederland. Daar maken we nog een nieuw plan voor. En dan in 2030 wordt eigenlijk onze nieuwe horizon. En dan gaat het niet alleen meer om chemie, maar ook om wat draag je bij aan de biodiversiteit van de regio. Dus dan gaat het niet alleen maar om negatieve dingen beperken, maar juist ook die positieve kanten van de sector uitbouwen en verbeteren. En wanneer is dat plan er? Wij werken daar nu aan en we hopen dat we rond de zomer ongeveer af te hebben. Oké, dan hebben we een nieuw plan en in 2018 wordt gecontroleerd op het oude plan. Ja, dat zal gewoon doorgaan. Dus dit loopt gewoon door voor de komende jaren. En ondertussen gaan we het nieuwe plan oppakken. En dan gaan we ook naar Den Haag, naar het nieuwe kabinet. Om daar te zeggen, kijk mannen en vrouwen, wij hebben een mooi nieuw plan. Maar we willen ook wat geld erbij van de Rijksoverheid om dat voor deze mooie sector voor elkaar te krijgen. Oké, gaan we dat afwachten. Bedankt voor je uitleg. En weer een mooi verhaal, een interessant verhaal uit de Bollenstreek. Er wordt hard gewerkt aan de duurzaamheid. Komt regelmatig terug in Leven de Bollenstreek. Wat ook regelmatig terugkomt is de toekomst. Want al die chagrijnen die zeggen dat er geen toekomst zit in de Bollenstreek, die straffen we hier af. Want regelmatig gaan we naar het Welland College en daar vinden we dan weer een leerling die toekomst ziet in de Bollenstreek. Mijn naam is Ferdy van der Pas, ik ben 18 jaar en ik volg de opleiding Groothandel Logistiek niveau 4. Wat ik laten horen is leidinggevend in het logistieke proces. Dat kan bij elke vershandel. Het lijkt me een leuk vak, omdat ik sowieso al, tenminste, ik ben sinds vroeger al goed met cijfers. En ik vind het leuk om met cijfers te werken. En daarom heb ik dit vak gekozen. En het mooiste plekje in de Bollenstreek vind ik toch Sportpark de Krom. Omdat ik daar elke dag kom. En achter de sportpark liggen mooie tulpenvelden. Een mooi uitzicht erop. U ziet het weer, een van de leerlingen van het Welland College in Rijnsburg. Die leerling ziet toekomst in de sector en wil een vak gaan uitoefenen dat alles te maken heeft met de Bollenstreek. U kijkt naar Leven de Bollenstreek. We praten regelmatig over economische onderwerpen, over onderwerpen die ondernemers interessant vinden. De economische agenda, die term moet bijna bekend zijn. Dat is het grote aanvalsplan van 6 gemeentes in de Duin- en Bollenstreek, waarmee ze de economie in deze streek willen verbeteren. Dat bestaat uit 11 deelprojecten, moet ik zeggen. En een van die projecten is het ondernemershuis. Het is allemaal verdeeld in werkgroepen. En chef werkgroep ondernemershuis is Pieter Kuyt. Welkom. Zoiets, ja. Ja. Hoe zijn ze bij Pieter Kuyt uitgekomen voor die werkgroep? Nou, ik ben in ieder geval gevraagd bij die werkgroep op het moment dat het opgezet werd. Dat werd vanuit de politiek op dat moment geregeld. Er werden wat mensen bijgezocht die wat met ondernemers deden. En in mijn geval ben ik erbij gevraagd omdat ik voor een werkgever ook actief ben die in de bedrijfshuisvesting zit. Dus ondernemershuis, huisvesten van ondernemers, werkplekken. Daar heb ik in het voortraject wat adviezen en wat verhalen over verteld. En om die reden hebben ze gezegd, kom aan tafel. En toen de wethouder na de eerste sessie zei, het is de bedoeling dat ik niet meer de voorzitter ben, dat moet de volgende zijn. Toen kwamen ze bij mij. Kijk, wat is een ondernemershuis? Nou, dat is eigenlijk een soort thema wat we aan het uitdiepen zijn met een aantal partijen. Het is ooit voortgekomen, het oorspronkelijke idee, uit het ondernemershuis in Katwijk.
Dat is daar een paar jaar geleden opgezet. En de voorzitter van de ondernemersvereniging in Katwijk, Peter Jongejan, had dat verhaal op een gegeven moment ook gedropt bij de bollensteekgemeentes. En die hadden zoiets van, nou, daar moeten wij ook wat mee. En de vraag is, moeten wij daar wat mee in die vorm? Moeten we daar wat mee in een andere vorm? Waar zou zo'n ondernemershuis aan moeten voldoen? Wat zouden de doelstellingen moeten zijn? Kortom, hoe zouden we zoiets moeten gaan inrichten? En daar zijn een aantal mensen voor bij elkaar gehaald. In de werkgroep zit de Kamer van Koophandel, de ESTEC, het bedrijfsleven van de Bollenstreek. Er zit ook een partij die in de werkplekken zit. En de verkenners van het hele verhaal, die hebben daar ook bij gezeten. En we hebben nu een aantal sessies achter de rug gehad waarin we eigenlijk een beetje gebrainstormd hebben van ja, wat doen wij met een ondernemershuis? Hoe zou dat eruit moeten zien en waaraan zou het moeten voldoen? Oké, hoe ziet het Katwijkse ondernemershuis eruit? Dat bestaat al, dat werkt al? Ja, maar dat is wel wezenlijk anders als wat we in de Bollenstreek voor ogen hebben. In Katwijk is het toevallig gesitueerd bij Peter Jongejan zelf zijn bedrijf. Het was de bedoeling om dat in de Burg te doen. Alleen daar kwamen ze er met de huurders op dat moment even niet uit. En ze wilden gewoon starten. En daar is ook de Rabobank vrij close bij betrokken. En behalve dat ze daar met ondernemers bezig zijn, zijn ze daar ook vooral met starters bezig en mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt komen. Dat was niet helemaal de doelstelling van het ondernemershuis voor de Bollensteek. Oké, want u zit in die groep bij elkaar. Er zijn allerlei voorbeelden. Hoe begint u dan? Want u begint met een leeg A4'tje. We begonnen gestimuleerd door de wethouder, die het voorzat eigenlijk met het verhaal van ja, er ligt nu een rapport, er liggen wat doelstellingen. Hoe gaan we dat invullen? Wat ga jij eraan doen en wat wil jij ermee? En het aardige was dat heel veel mensen er al mee bezig waren. Het is ook al heel veel geregeld, heel veel afgesproken. Alleen het probleem zat hem een beetje in de communicatie. Er was niet een algehele paraplu waar dat onder hing. Er werd heel veel georganiseerd, maar de een wist eigenlijk niet van de ander waar hij mee bezig was. Dus een van de eerste dingen die bij ons naar voren kwam van ja, we moeten dat gaan ontsluiten, we moeten dat gaan faciliteren. We moeten gaan kijken van nou, wat is er al op dit moment, wat zou erbij moeten? En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat dat voor een ondernemer in de Duin- en Bollenstreek goed bereikbaar is? Want is een ondernemershuis, zitten daar mensen, werken daar mensen die je kan bellen als je een vraag hebt als ondernemer? Of kunnen daar ondernemers die geen eigen onderkomen hebben, kunnen ze daar een bureautje krijgen? Of worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd? Wat zijn de mogelijkheden? Nou ja, dat soort punten werden in eerste instantie op tafel gelegd. Een van de belangrijkste erbij is dat als een ondernemer in Noordwijk zit en hij wil wat in voorhoud, dat hij met compleet andere regels te maken krijgt als in Noordwijk. En net zoals in Teylingen, Hillegom en roep het maar. Dus een van de belangrijkste dingen die wij hadden van nou, als je iets met ondernemers wil, dan moet je naar één aanspreekpunt toe. Dan moet je eigenlijk naar één set regelgeving toe. En je moet naar een plek toe waar die ondernemer terecht kan. Of dat meteen een fysiek ondernemershuis moet zijn met werkplekken, gaat u maar zitten en ga uw gang. Die zit niet helemaal in de eindconclusie, die zat er wel in het begin in. Het zou heel goed kunnen dat er op een bepaalde plek, maar dat kunnen ook meerdere plekken zijn, een mogelijkheid is voor starters of ondernemers om daar te gaan werken. Maar we praten niet alleen over starters, we praten ook over bedrijven die al wat langer bezig zijn. Het is eigenlijk veel belangrijker dat zij een vast aanspreekpunt hebben. Dus waar wij naar streven is dat er 1 of 2 aanspreekpunten zijn die gewoon geregeld en goed bereikbaar zijn. Die ook spreekuur houden. Dat hoeft niet per se in 1 locatie, dat kunnen meerdere locaties zijn in de Duin- en Bollenstreek. En die ook het netwerken en het organiseren van zaken faciliteren. Ze moeten niet het wiel opnieuw gaan uitvinden, want er is al heel veel. Nee, het zou juist goed zijn als hetgene wat er is, dat dat goed gepromoot zou moeten gaan worden. En daarvoor hebben we gezegd van nou, dat zou je ook online moeten regelen. We hebben al diverse websites, diverse activiteiten. Wat is er nou mooier als je een website krijgt waar je gewoon per thema eigenlijk alles wat daarover al is, kunt terugvinden. Ja, maar het ondernemershuis zelf moet een soort kenniscentrum worden. Waar de ondernemer belt aan met een vraag en ze zoekt iemand erbij die het antwoord weet. Dat zou een van de taken kunnen zijn. Het moet in ieder geval drempelverlagend zijn voor de ondernemer om de gemeente op te zoeken. Dus moet heel helder een soort contactambtenaar, accountmanager, die moet daar goed bereikbaar zijn. De ondernemer moet het ook goed de weg weten te vinden. En daar waar nodig, een van de partijen die in de werkgroep zit, die zit in de werkplekken met begeleiding. Zou bijvoorbeeld een starter ook fysiek een werkplek kunnen gaan huren met een stuk begeleiding om aan het werk te komen. Ja, maar nu hebben we de Kamer van Koophandel al.
Wat is dit dan anders? Nou, de Kamer van Koophandel die heeft de afgelopen jaren flink met bezuinigingen te maken gehad. Dus bijna alle fysieke vestigingen zijn weg. Wordt ook weinig meer georganiseerd en die zijn helemaal naar online toegegaan. En naar informatiezuilen, et cetera. Dat zou ook weer een onderdeel kunnen zijn. Maar dat heeft daardoor niet meer de rol die het vroeger had. Vroeger had je overal vestigingen in Lisse, volgens mij ook nog, Leiden, waar je terecht kon. Dat is niet meer. We zitten nu in Den Haag. Je wordt nu verwezen naar het internet. En waar wij toch wel het idee van hebben, is dat een ondernemer ook gewoon ergens moet kunnen binnenstappen. Nu hebben we bollenkwekers in de Bollenstreek. We hebben vissers in Katwijk. We hebben ruimtevaart in Noordwijk. Hoe breed moet het worden? Je moet overal verstand van hebben. De accountmanagers die moeten in ieder geval de weg weten. Die moeten de mensen te woord kunnen staan en de mensen moeten ze kunnen vinden. En punt 2, en dat wordt nog wel een uitdaging voor al die gemeentes, er moet één set regelgeving komen. Dat vinden we eigenlijk een van de belangrijkste punten. En als er één set regelgeving is, dan zou die dus voor alle ondernemers moeten gelden en moeten alle ondernemers daar ook terecht kunnen. Maar je zei het net al in je inleiding, er zijn een heleboel van die werkgroepen. En er is er ook eentje specifiek voor de bollenkwekers. Uiteindelijk was de conclusie dat al die groepen eigenlijk een beetje in elkaar gaan grijpen. Dus niet alles hoeft per se in het ondernemershuis te passen. Maar het ondernemershuis moet er wel zijn voor alle ondernemers. Ja. En moet dat ondernemershuis dan steun in de brede zin des woords gaan geven? Of is het er meer gericht op de starters helpen, zodat je meer bedrijvigheid krijgt in de Bollenstreek? Nou, in ieder geval moet het voor alle ondernemers zijn. Maar we gaan daar ook heel veel draagkracht bij zoeken. Misschien dat we daar ook afspraken over moeten gaan maken. Een pact moeten sluiten. Dat soort zaken. We willen zoveel mogelijk partijen uit de markt die daar actief zijn bij betrekken. Dus dat kunnen de ondernemersverenigingen zijn, dat kunnen de gemeenten zijn, dat kunnen organisaties zijn die netwerkevenementen organiseren. Zo breed mogelijk steun zoeken, zo breed mogelijk communiceren en zo breed mogelijk toegankelijk zijn. We kregen een paar weken geleden een soort doorkijkje van de stand van zaken wat betreft de economische agenda, dat aanvalsplan van die 6 gemeentes. Dus ook een doorkijkje in het ondernemershuis. Maar wat is de stand van zaken op dit moment? De stand van zaken is dat hier naast mij het conceptplan eigenlijk klaar ligt. Dat moet eind maart gepresenteerd gaan worden aan alle gemeenteraden van alle werkgroepen. Waarbij er op die avond al geroepen werd dat dat niet gaat lukken dat alle werkgroepen tegelijk klaar zijn. Maar wij zijn er in ieder geval met het ondernemershuis redelijk klaar voor. We hebben nu het conceptplan liggen. We komen volgende week nog een keer bij elkaar en dan gaat het verhaal door. We hebben wel heel duidelijk gezegd, we komen met een aantal aanbevelingen. Nou, die heb ik tijdens dit gesprek een beetje laten vallen. Dit is de richting die we op moeten. Vervolgens moet je gaan invullen. En de mensen die in de werkgroep zaten, een heleboel, die zitten in die business en die zouden het zo kunnen invullen. Maar we hebben wel gezegd, van, nou, als in ieder geval de grote lijn duidelijk is, moet er een vervolgwerkgroep gaan worden die dat echt in detail gaat invullen. Oké, dus dat krijgt nog een vervolg. Maar eerst moet er een stempel opgezet worden door de politiek? Eerst moet alle gemeenteraden gaan zeggen van dit is de kant die we op willen gaan. Dit is de kant die we met het ondernemershuis op willen gaan. Op het moment dat dat duidelijk is, er is budget, er zijn middelen, ja, dan kan je het gaan invullen. Maar er wordt best wel tempo gemaakt met die economische agenda dankzij 2 van die kwartiermakers die er mee aan het slag zijn. U bent bijna klaar met uw rapport, dan gaat de politiek erover beslissen. Als het allemaal goed gaat en we blijven in die 4e versnelling rijden, zou ik maar zeggen. Want dan zou het dan mogelijk zijn dat de deuren open gaan? Wat betreft de ondernemers kan dat heel snel. Hoe dat met 5 gemeentes gaat, dat is altijd weer een uitdaging. Maar wat mij opviel binnen de groep, en daar zaten dus echt uit verschillende geledingen zaten daar ondernemers, was dat we het eigenlijk wel heel snel eens waren. En ook redelijk unaniem waren in de richting die we op moeten. Dus ja, zou daar een vervolg komen voor het ondernemershuis, zou het wat betreft die werkgroep vrij vlot kunnen gaan. Dus dan praten we over het najaar van dit jaar? Makkelijk. Oké, nou dan gaan we dat afwachten. Of dat gaat lukken. Maar eerst de politiek nog. En dat kan soms vertragend werken. Maar wie weet, dit keer niet. Piet Kuyt, bedankt voor de toelichting. Dit was weer een mooi verhaal uit de Bollenstreek. U heeft gekeken naar Leven de Bollenstreek. Bedankt voor de aandacht. Graag tot de volgende keer.